licht moet uit, maar het gaat met een bewegingssensor. Dus gelukkig hebben we nu een manier gevonden om die bewegingssensor af te dekken. Ja. Dames en heren, welkom backstage behind the scenes bij de allerziekste shoot ever in the world. Nice. Hey, trouwens, dit is het begin van de video. We moeten trouwens zeggen, stop maar met kijken. Ga naar de site, ga dit bestellen. Het is limited edition, dus Milo. Wat? Auw, tyfusjong. Er zijn er maar 150 van deze en 150 van deze pakken. Dus als je slim bent, ga je het eerst bestellen en dan pas verder. Anders dan zijn ze misschien al weg. Als je nu dit kijkt, ben je al te laat eigenlijk. Dan zijn ze al weg. Zullen we deze iets van buiten opnemen, als dit geluid wel vrij. Maar niet uit, we hebben dit nu gesteld. Set your mind free! Mensen dat wij aan hebben, je ziet hier. Alles voor je fucking club, hè? Ja, jij hebt iets anders aan dan ik. Ja, ik heb iets anders aan. Ja. We hebben een andere broek, hè? Luister, we hebben twee nieuwe pakken. Zijn helemaal klaar. Deze. Mooi. Lekker, ja, maar zo tapu. Lekker zo. Ritsie. Die kan en op dicht, hè? De drilltop met lekker broekje. Ja, ook lekker broekje. Ik heb een lekker broekje. Ik kwam dus achter, zijn twee verschillende broeken. Ja. Nee, ik heb dus dit. Want dit komt overeen met dit. Wat denk je nou? Denk je nou dat wij niet op dat soort details letten? Nee, denk je nou dat wij dat zomaar gewoon bij één broek voor twee verschillende dingen die helemaal. Deze, dit lijkt helemaal niet op elkaar. Niet eens. Nee. Alsof wij daar dan één broek voor zouden maken. Dat doen wij niet. Zo zijn wij niet. Het lijkt ook niet op elkaar voor de rest van de broek. Oh, die zit ook hoger. Tuurlijk. Heel laag bij jou. Ja, die zit hier laag bij mij. Ja, alsof ik ben... je nou je muts op. Ik ben laag. Het kan toch niet. We hebben zo'n fotoshoot en dan ga je weer je kapje. Maar dat is wel precies goed uit hoor, man. We hebben een probleem met de vak of zo. Want? Ja, het is allemaal rookvrij. Straks niet meer. Ja. Oh! Maar mensen, we hebben 150 van deze en 150 van die. Deze. Het is limited edition, dus op is op, schiet op. Wij anders is het te pakken. Veluwebank, hang op. We hebben 100 normale maten, een 19 kindermaten. We hadden 20 kindermaten, maar Rob heeft er al eentje aan. We hadden 60 kindermaten, nu nog maar 59. Maar okay. Sorry, is dat niet fijn? Nee, en wat we dan nu gaan doen, we gaan nu eerst even een paar fotootjes nemen. Even gewoon lekkere fotootjes. En wat we daarna gaan doen, is een filmpje maken die jullie nu op onze Instagram vinden. Nu, muziek, Cosmic Challenge! Ik hoor zojuist jullie dat filmpje al gezien hebben, maar dat hebben we nog niet gemaakt hier. Wat was die vet? Dat filmpje. Wat was hij? Wat een fantastisch filmpje! Oh my god! Het is veel van PSV! Vorige keer had ik dus Adidas schoenen aan. Ja. Vorige keer had ik Adidas schoenen aan, toen kreeg ik allemaal meldingen. Hoe kan je een Nike kleding hebben en Adidas aan? Nou, hoe heeft daar scheid aan en mat ook? Nu heb ik Nike zijn getrokken, alleen het enige ding is, dit is wel rood-oranje en dit is roze. Maar als je het ver weg doet, zie je het niet. Deze man is zo, besef hoe tering ijdel deze man is. Deze kledinglijn is ook niet voor Koen gemaakt, want oranje en roze, dat vloekt wel heel erg. Deze man, we zijn al bij het veld, we gaan nu gewoon foto's maken. Wat doet hij? Zegt hij, oh, ik heb mijn haar nog niet gedaan. Even terug. Holy shit. Een afstandsbediening. Let op wat je er allemaal mee kan doen. Jij stinkt. Je moet geen single player uploaden, want dan word je bekend. Nee. Je moet wel gaan betalen. Zeg trouwens, ik ga gewoon weer een zuigzoen. Laten we het zien. Het is helemaal geen zuigzoen. Het is gewoon van... Ik heb laatst live gekeken als iemand paracetamol heeft. Bro, jij weet precies hoe deze komt. Deze komt van het scheren van vanochtend. Daar was jij bij. Nee, ik was er helemaal niet bij. Ja, maar jij hebt gezien dat ik hem nog niet had voor geen scheren. Jawel. Ik heb gisteravond jou van heel dichtbij bekeken. Ja, en toen had je normaal. Nou, maar wat je dan zegt, ik mag je lekker de tyfus krijgen. Dan stik je er lekker in, joh. Hé, maar. Je bent dus weg geweest. Doe nou eens voorzichtig. Sorry. Dat kapsel. Kamerad. Yeah. Hi. Genoeg. Ik ben verdwenen nu. Goed, dat is goed. Hey, als ik dit in jouw anus gooi, komt er dan rook uit jouw mond? Nee, uit mijn neus. Of andersom, als je het op de heen komt, dan puff je rook uit je anus. Dat is natuurlijk wel. Ik vind Koen wel hier goed. Testpersoon. Kom maar even. Ik heb jouw anusje even vol. Even kijken of het dood aan gaat, want dan doen we hem extra veel geven. Bij welke hoeveelheid ga je dood? Bij de halve ding. Als je nou in mijn mond doet, poep ik aan rook. Nee. Dan niet. Mensen zijn heel klein beetje uit je oor zo'n fluim. Ja, als ik dan heel boos word, ja. Godverdamme. Deze gewoon is zo vies glad en. Weet ik gewoon dat Koen zo kust? Ja, dat weet je 100%. Ik zie het helemaal voor me. En ik word er niet blij van. Zo jongen, ik ging net op mijn bek, jongen. Buiten jongen, maar echt. Jochie toch. Lul. Ik zag een lul. D-sex. Ik zie je toch wel kast ballen aan hem. Wat vond je van Koen's bal? Nou, dat was al minder dan jij. Die zak die jij had. Jij had echt een loze zak. Je hebt niet gezien. Jawel. Had ik hem ook gezien. Als een aap zwanger. Dat is zo'n loaded zakje. Als een aap zwanger heeft zo'n grote roze bubbelkrum achter zich heen. Dat jij bij je pik. Maar mijn pik is gewoon in verhouding, hè? Nou, dan is dat echt. Echt zo. Dit is jouw penis. Zijn jullie inmiddels ook benieuwd hoe de zak van Mattie eruit ziet? Je gaat het zien in de karaoke video. Maar als jij komt, dan komt er dus ook echt... Ja, hoe komt het uit, man? Als je zo'n zak... Ja, dat is als een hele emmer karnemelk zonder kiepers. Ja, gewoon. Maar FC is het echt dat je dan 10 keer zo vuw.
Vies peuk. Ik zit nu de hele tijd aan mijn zak te voelen om te kijken of jij ook een grote zak. Ja, of mij dan gewoon ook kleinelijk, hè? Nou, ik moet zeggen, ik was ook een hele grote piemel. Maar als man zei dat zijn zak gelijk staat zijn piemel. Hij heeft zo'n unit van de zak. Prehistorische knots hangen, jongen. Je merkt ook wel dat hij het fijn vindt dat we erin ook hebben. We zien hier naast dingen. Maar zijn zak is groter dan zijn lul, volgens mij. Ja, jij zak is groter. Nee, voor mij zo'n piemel dan zo'n zak. Als je dat doet, verandert het van kleur. Kijk maar. Doe schoen. Oh, hey. Dit is rood, rood. Dit is zoutboord van vis, hè? Staat hier op. Godverdomme! Kutzooi! Dat vind ik racistisch. Je bent een allerhande kwal. Punt. Sinterklaas en Zwarte Piet. Wie kent hem niet? Flip, flap, doebel, doebel, doebel. Kom op. Met zijn kale harde tepels. Milo heeft geile tepels. Dames van Nederland, als jullie kijken, jullie deze geile tepels een keer van dichterbij zien. Stuur gewoon een DM'tje. Ik heb een vriendin, broer. Tepels zien is niks erg. Dan mag je ook alweer geen tepels meer zien. Wat is dat voor werk? Wat voor tijd leven? Ik zeg. Dames van Nederland, als jullie die stijve tepels een keer van dichterbij willen zien, stuur maar een DM. Uiteindelijk kan je niet zeggen, je hebt een vriendin. Maar sinds wanneer naar tepels kijken ineens. Maar je weet, ik ben wel eens... Ik zou gewoon de Milo Olivenza... Ja, maar ik zou zeggen, normaal als ik ergens naar iemand tepels ga kijken, dan gebeurt er ook wel meer, hoor. Ja, maar ik ken mijn grenzen. Nee, ik niet, hoor. Ik heb een tijdje ben ik vervent tepelkijker geweest. Zo. Fijn is aan. Harder. Jezus! Dat doet het niet. Ik neem mijn rollers, hoor, deze. Hey. Ja. Bijna breek je op de tent af. Maar je kan ook de hype. Je kan gewoon als voetbalhooligans gewoon helemaal aan. Ja, gewoon. Juist, gewoon een roze! Ja, nee, en zo. Makker! Ja! Ja! Nou ja, perfect. Ja, dat doen we. Ja, als Feyenoord scoort doe je ook al zo raar. Ja. Zo raar ga je de hype staan doen. Oh, Berghuis! Fuck it! Hey, maar hiervoor ben je echt goed, Milo. Als model, zeg maar, zonder dat jij er zelf op staat. Maar ja, dat je gewoon de Nike-logo ziet en de bank zit als logo. Gewoon die bouwen die ondersteunt, die ja, perfect. Die tepels vooral. Je staat toch stevig bij, vind ik. Je staat echt zo als een huis. Maar je kan me proberen om te duwen, ik grijp me niet op weg. Zo stevig staan. Je bent fucking klein, man. Kleine lul. Worstelbroodje armpjes. Grote kloot. Die had echt grote kloot. Kijk, vrij grote kloot. Kijk die kop. Dan had ik zo'n hoofd. Dat hoofd is niet eens in beeld. Hij had toch zo'n hoofd erbij trekken. Wat een smoel. We gaan weer naar huis en we gaan met z'n drieën. Dan moet ik echt aan denken. Echt een goede PSV. Met z'n drieën naar huis en ik heb altijd iets lekkers voor mijn gasten bij me als ik in de auto zit. Een lekkere blik baf. Oh, lekker baffie. Lekkere halve liter. Suzanne Freek op een repeat. Nee, Suzanne Freek op de rest van degene die achter zit, die mag bepalen welke muziek het is. Daar gaan we. Oh, hey, kijk dan. Ik open mijn Spotify, dus geen graf. Maar wie vind jij het vet? Suzanne of Freek? Ik vind Freek wel echt lekker. Ja, Freek is wel echt knap. Laten we heel eerlijk zijn, Freek is toch te knap voor Suzanne. Nee, maar Suzanne heeft talent. Sneller vind je ook knap? Ja. Kut. Klappen we even Mackie en Starbucks onderweg? Zo, zullen we Mackie en Starbucks doen? Ja. We hebben het wel verdiend, we hebben hard gewerkt vandaag. Gelukkig gisteren ook niet Mackie en Swarma gegeten. Koen! Toeten! Wat een lekker baffie jij! Baffie. Ciao, hè! Koop die merch! Zit je weer chips te eten met je dikke bek, hè? Met je dikke bakskop, hè? Met je grote zak en je dikke wangen. Waar is jouw chips dan? Mijn chips zit al lang op, want we hebben namelijk gewoon eten besteld. Bankzitters betaald, hey! Ja, dat is echt het voordeel dat als die andere twee er niet bij zijn, dat is pure winst. Oh, lekker voetbal kijken. Ja, even... Juventus! Ik ga even tootjes klappen op Ronaldo hat-trick. Ronaldo. Oké, doe even voor de video, Hé, hey, maar lekker pokeballetje besteld, hè? Hey. Ja. Oh, verdomme, hè? Ja, Pikachu zit er ook in. Hè? Ja, leuk. Hé, hey, maar wij drinken cola, is ongezond, hè? Ja, maar weet je waarom? Nou, zo'n dag als gisteren en dan vandaag gewoon doortrekken. Nou, ik ben helemaal kapot. Van binnen ook helemaal naar de getver. Een cola, helemaal in deze lekkere... Sorry, ik was even afgegaan. Oh, dit glas heb ik niet gestolen van de rollende keukens. Ja, gewoon lekker. Gewoon maar, lekker. Je moet nog even één ding zeggen, want mensen zijn nu al bijna misschien een minuut of 8, 9, 10 deze video aan het kijken. Op een gegeven moment is het op, hè? Jongen, dit wordt zo snel uitverkocht. Oeh, wees er snel bij. Het is niet alsof we... Doe even een toontje voor de video. Doe even iets debiels. Ik heb 73 cent. Ja, dat doe even 73 cent op tegen wie speelt Juve? Morata scoort in beide helften. Oh. Wat zijn de odds? 20. Morata scoort in beide helften. 73 cent opzetten, dat is het enige wat ik nog heb. Ja, maar tegen wie spelen ze? Doe eens kijken wat de odds zijn op die clubs waar Bassa, die club waar Bassa tegen speelt. Ja, maar dat doen we zo meteen. Ja, maar je hebt ook geen geld meer op staan. Jawel, ik win deze toch? Oh ja, en dan heb je 73 cent, wordt dan 2 euro. 14,60. 14,60? Als Ronaldo, niet Ronaldo, Morata en beide helften scoort. Nou mooi. Maat. Weer 79 cent rijk, arme. Koop nou die merch en ik verdien mijn 79 cent gewoon weer terug. Gaan we nog een beetje doen voor de tweede helft?
Ja. Lekker laat scheiden. Ik liet geen scheiden. Dat is mooi geweest. Helaas, weg geld. Ja. Maar wat ga je inzetten dan? Je hebt niet meer geld op je account. Nee, maar je kan bij Toto ook niet in de rust inzetten. Wat een kutspel. Dit is zo kut. 40 seconden in de eerste of tweede helft. Morata gescoord. Ja. Hallo. Oh. Afzicht op onze raad 79. Nee. Ik draag om mijn 20 euro, mijn 14 euro. Oh. Hij had gewoon 20 seconden eerder moeten scoren eigenlijk, hè? Eigenlijk wel. Als je gewoon 20 seconden eerder op precies dezelfde minuut, maar dan in de eerste helft. Blessuretijd. Maar staat hij vrij of niet? Hij stond alleen, anders kan hij ook niet scoren. Wat is dit trouwens? We hebben net gegeten en jij zit hier nou in nootjes te chappen. Je mag wel een toetje chappen, af je weg. Jouw voorgerecht was chips en jouw nagerecht is nootjes. Ik heb toetje. Hebben toetjes? Ja, vier boeketten. Oh, donuts hebben we ook nog. Er is helemaal geen donut. Oh ja, dat is wel een donut. Is een lekkere donut. Ja, dit is wel, die lust ik vast wel. Dus jij hebt er al twee op, hè? Ja, dus ik hoef niet meer. Ik heb helemaal geen zin in donut. Ik eet voor mij gewoon lekker borrelnootjes aan het eten. Ik heb letterlijk gewonnen, man. Nee. Ik heb fucking 13 euro terug. Nee, je hebt niet gewonnen, want hij scoort in de 83ste minuut. Hé, hey, maar zet even geld bij. Zullen we allemaal wat 3 wedstrijden voorspellen? Ja, nee, je moet elke wedstrijd voorspellen, gewoon. Gewoon een eurotje en op alle wedstrijden die nog komen, allemaal voorspellen, weet je wel. Oké. Okay. Dus dat is een 8-volt, 9-volt. En dan doen we alle 3 een eurotje. Ja. We hebben de 6 wedstrijden. Bam. Voor vanavond. Rob, wat zeg jij? Ren, Krasnodar. Ik ga voor gelijkspelletje. Dat wordt een gelijkspelletje. Ja, dat Krasnodar met Filena. Chelsea, Sevilla. Ben ik weer? Ja. Sevilla, stuntje. Zo, Sevilla. Ja. Stamford Bridge, Lazio, Dortmund. Ja, Dortmund. Ja, dat is een tweetje. Barcelona, Firenze, nee, Barcelona. PSG United. PSG. Leipzig, Istanbul. Istanbul, voor al mijn Turkse broeders! Voor mijn Turkse strijders! Ik zeg 1-1, 2-1-1. Ja, je zegt elke wedstrijd de winnaar. Ja. En elke wedstrijd is het de thuisploeg. Ja. Ik had dit is het ook, maar... Er wordt zo weinig gelijk gespeeld sinds die corona-ding. Ik ga naar Ren, maar ik had zelf als Roel, alleen ik heb Chelsea Sevilla gelijkspelletje voor die 4 odds. Dus we gaan op allemaal 1 euro inzetten en dan zijn we waarschijnlijk straks 3 euro kwijt. We gaan 10 inzetten. 10 per? Ja, anders is het niet spannend. Als Roel wint, die overal op 7 heeft gespeeld, de kleinste odd heeft gepakt. Niet safe, geen gelijkspelletje. Dan win je 12,5 keer je inzet. Dus van het tientje maken we dan 125 euro. Dan ben ik heb 1 ding anders gedaan, maar wel iets wat al 2 keer zoveel kans, minder kans had, wat 2 keer zoveel oplevert, is tientje inleggen en 268 keer 268 euro. Dus dat is 26,8 keer je inzet. Maar nou komt Rob. Dames en heren, ga er even goed voor zitten. Als Rob zijn tientje het goed heeft met wat hij heeft ingevuld, krijgt hij 750 keer zijn inzet. Dus 7.500 euro. En je weet, aangezien dit op mijn account is ingezet en ik het tientje nooit terug en ga ik die zeker zelf houden. Splitten de winst met z'n 3, oké? Dus als ik hem win, nou, dan gaat de belasting vanaf, dus dan blijft er nog ongeveer 4.000 euro over. Nou, toch meer dan 1,3 kop de neus. Ik heb dus op mijn telefoon al gezien dat er ergens gescoord is. We zijn het schakelprogramma aan het kijken. Ik weet niet hoe lang het duurt voordat we de goal te zien krijgen. Maar dan kunnen we even live reageren, vooral jullie. Het is er eentje die ik net benoemde, net voor we begonnen. Want kut, dit zou Lazio. Best wel eens kunnen gebeuren. Klote Lazio gescoord. Nee! Oh! Istanbul leeft nog, jongen. We hebben dus alle 3 Dortmund ingezet. Oeps. We gaan het 2-0 maken, hè? Nee! Angelino weer met z'n tweede. Twee keer Angelino. Angelino gunt jou geen geld. Mijn bedje is denk ik al kwijt door Angelino. Maar het andere slechte nieuws is ook dat Lazio voor staat tegen Dortmund. En die hebben we allemaal op Dortmund. Ja, maar ik ben denk ik ook klaar. Don't do bad, man. We hadden alle 3 Dortmund, die staan achter. We hebben alle 3 Paris Saint-Germain en die komen nu waarschijnlijk ook achter. Bie midden. Oh! We hebben hem nog! Hij was pas de lijn. Mensen, stop met betten. Stop met gokken. Zou toch niet betten? Als jij zo'n kuthuppie doet. Ja, dat vind ik ook. Nee, hij moet gewoon op zijn lijn blijven. Nee, ik vind dat je 1 beweging. Je mag je aan ook niet onder. Ja, dit is dat vind ik. Toch? Ik vind dit. Nee, vind ik niet. Het is een hupje. Dus je gaat eerst snel lopen en dan stop je ineens. Ga ineens trager lopen. En dat komt niet omdat ik gebed heb op PSG. Het is gewoon weer. De keeper heeft niet. Wat een kutspel is voetballoos, zeg. Oh, stop met gokken. Stop nou met gokken. United. Oké, man, het is rust. Dit is een heel spannend moment, want we hebben een tussenstand. We hebben natuurlijk 6 wedstrijden, daar staan de ruststanden. 6 wedstrijden op dit moment bezig. Oftewel, je kunt 6 wedstrijden goed hebben. Tussenstand. Raoul, op dit moment, met 2 goede voorspellingen van de 6. Dan, daarna ik, met ook 2 goede voorspellingen. Maar ik heb mezelf gewoon even voor jou, boven jou gezet, omdat ik meer risico heb genomen, snap je. En Matt, 3 van de 6. Yes, want ik heb Sevilla Chelsea nog op 0-0. En dat is
die zijn gelijk, hè? Ja, en je hebt de Lazio Dortmund, heb je wel fout en dat gaat ook nooit meer goed komen. Nee. Dus ook jij gaat gewoon rustig verliezen. Volgens mij heb ik het nog best aardig gedaan. Als je kijkt naar de concurrentie... Die is wel moorden natuurlijk. Heb ik gewonnen. Oep. Ja, ik wij zie hebben het wel. Er twee goed en Mattie drie. Dat was zelfs bij rust. Er is wel niks veranderd. Ja. Wat een kut Champions League avond. Nou, voor alle mensen... Dubbele, 20 euro morgen. Ja, cool. Voor alle mensen die trouwens deze video kijken en de merch is al uitverkocht. Het shirtje wat Raoul nu aan heeft, kun je ook nog steeds, is ook nog steeds te koop. En we moeten toch die 30 euro terugverdienen, dus kun je die kopen. Bankzitters.nl. Wij willen jullie bedanken voor het kijken, denk ik toch? Willen we dat niet? Misschien filmen we nog wat. Wat dan? Kutjes. Trek je broek maar uit dan. Besef, als jij nu op die bank ligt en je staat daar op, zit er een kuil in die bank. Omdat jouw zak daar dan zo... Maar jullie zien op mijn zak groot, maar mijn pik is ook groot, hè? Waarom krijg ik daar geen rekening van?